Het verbeteren van het klimaat is hoog nodig. Elk bedrijf heeft minimaal de verantwoordelijkheid om de impact op het klimaat zoveel mogelijk te reduceren. Maar je kunt als bedrijf ook de ambitie hebben om het klimaat te verbeteren. Dit kan onder andere door het produceren van duurzame, natuurlijke en unieke producten zoals verkoold hout. Het is inmiddels wel duidelijk dat het klimaatprobleem ingrijpend verandert door menselijke activiteiten. Nou, om bij te dragen aan het klimaat dient iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen, zowel burgers, overheid, maar ook het bedrijfsleven. Nou, als bedrijf in het bouwindustrie heb je de mogelijkheid om veel meer impact te hebben dan als individu. Dit kan om te beginnen door je bedrijfsvoering te verduurzamen. Nou, bijvoorbeeld op afval, energieverbruik, maar ook bedrijfsprocessen. Shoshugi-ban is een eeuwenoude Japanse techniek waarbij hout werd verkoold. Traditioneel werd hier cipreshout voor gebruikt. Tegenwoordig zie je vele andere houtsoorten die iets toegankelijker zijn, iets makkelijker verkrijgbaar in Europa. Denk hierbij aan Douglas, eik, maar ook gemodificeerde houtsoorten. Vroeger werd het voornamelijk gebruikt als bescherming tegen ongedierte, tegen vocht en tegen schimmels. Dat zijn kwaliteiten die het hout nog steeds allemaal heeft. Maar tegenwoordig zie je ook steeds vaker naast de gevelbekleding dat het voor interieurdoeleinden gebruikt wordt. En dan heb ik het niet alleen over wandbekleding, maar denk daaraan ook aan keukenkastjes en tafelbladen of hele deuren. Qua bewerking is het hout eigenlijk hetzelfde als gewoon hout, als regulier hout. Het moet iets meer zorg en aandacht aan besteed worden, omdat de koollaag kan afbrokkelen. Een groot voordeel van bouwen met hout is dat het, mits het uit de juist gerunde productiebossen komt, het een oneindigere grondstof is. Ander groot voordeel van bouwen met hout is dat het een CO2-bank is. Dus dat de CO2 die uit de atmosfeer getrokken wordt, opgeslagen wordt in het hout. Een groot nadeel van bouwen met hout is dat hout bescherming nodig heeft tegen de elementen. Dus denk aan vocht, insecten, schimmels. Dus dat je onder andere met gemodificeerd hout, maar ook met Shoshugi-ban, dus is bescherming biedt. Ik denk dat bouwen met hout de toekomst heeft en ik denk dat Shoshugi-ban daar een onderdeel van is. De houtbranche kan heel veel bijdragen aan duurzaamheid, omdat hout eigenlijk een opslag is van CO2. Dus als je een gebouw of een gevel van hout maakt, heb je eigenlijk heel veel CO2 opgeslagen. Wat je als houtbedrijf ook kan doen, is bomen planten voor elk stuk hout wat je verkocht. De houtbranche kan verder verduurzamen in de toekomst door veel beter samen te werken en heel goed te analyseren de hele levenscyclus van een product, van begin tot aan de afvalfase. Als je dat goed analyseert, dan weet je precies wat de impact is van jouw eigen product en kan je dat vergelijken met andere producten. Dat is voor jezelf belangrijk om te weten waar je kan verbeteren. En voor de consument belangrijk om het verschil tussen de diverse producten te zien.